De Intercity Nieuwe Generatie is door NS gepresenteerd, de 1251 is terug in dienst en Metwe is van start. Dit en nog veel meer in een nieuwe aflevering van Real Magazine Insight. Na een stilstand van een kleine twee jaar. Is de 1251 weer rijvaardig teruggekeerd op het Nederlandse spoor? Door de coronapandemie was de lok door het wegvallen van alle extra charterritten niet nodig. De 1251 heeft een grote onderhoudsbeurt ondergaan in Roosendaal. De 70-jaar oude lok is de enige van zijn type dat momenteel rijvaardig is. De lok is gehuurd door Rail Experts, die de lok inzet voor diverse treinen. Zoals afgelopen zaterdag voor de IGSO-trein tussen Zandvoort en Haarlem. Klein detail: de ECM, ofwel degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, is gewijzigd van Fairtrains naar RXP-ECM en heeft nu als houderskenmerk RXPE. De bruine 1218 heeft dezelfde opschriften gekregen. Deze lok is afgelopen zondag door de motorpost van de 2454-crew verplaatst naar Goes. Waar de lok weer toonbaar wordt gemaakt en straks bij de stoomtrein Goes Borselen in de nieuwe werkplaats tentoongesteld zal worden. Op het station van Rotterdam Centraal is op 2 juli de Intercity Nieuwe Generatie, ofwel ICNG, officieel door NS gepresenteerd. De trein zal later dit jaar in de dienstregeling worden opgenomen en zal als eerst worden ingezet tussen Amsterdam en Breda. De 12-jarige trein van Thomas gaf samen met Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van NS, en Henri poupard lavaars CEO van Alstom, het start zijn. Hiermee openden de deuren van de Intercity nieuwe generatie voor de eerste groep bezoekers. De belangstelling was groot. Ruim 3500 liefhebbers hadden zich aangemeld om de nieuwe trein van NS te bekijken. De ICNG zal straks door Nederland rijden met een topsnelheid van 200 km per uur. NS heeft in totaal 99 treinstellen besteld bij Alstom, waarvan 20 voor de dienst tussen Amsterdam en Brussel. Ook komen er twee treinstellen die geschikt zijn voor Duitsland. Dit zullen twee achtdelige treinstellen zijn uit de normale productie. De treinstellen zullen als eerst instromen op de HZL tussen Amsterdam en Breda. En vervolgens zullen de stellen alle diensten over de HZL gaan overnemen. Momenteel rijden hier nog de Trax Sandwich combinaties met de ICR-MH rijtuigen. Op langere termijn moeten de ICNG-treinstellen ook naar Leeuwarden, Groningen en Enschede. Doordat de HZL-diensten worden gekoppeld aan de binnenlandse diensten. De ICNG is vijf of achtdelig. Een vijfdelig treinstel biedt zitplaats aan 258 reizigers en een achtdelige aan 417 reizigers. De comfortabele stoelen, wifi, stopcontacten en USB-poorten in de eerste en tweede klas maken het tot een trein van deze tijd. De trein is verder drukdicht, wat bijvoorbeeld in de tunnels het comfort verhoogt. Wil jij nou alles weten van de ICNG? In Real Magazine 396 lees je er meer over. En vergeet natuurlijk ook niet dit speciaal nummer te bestellen. Op 5 juli is de Euro 9000 van Stadler overgebracht van Alstom in de Waalhaven naar Schaarbeek in België. De testritten zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in Nederland succesvol afgesloten. De laatste twee landen waar nu de lok getest gaat worden, zijn België en Italië. Leasemaatschappij ELP verwacht de toelating in april 2023 voor de gehele corridor rond te hebben. NS snijdt verder in de dienstregeling door de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf vandaag rijden er op acht trajecten minder treinen. In de achterhoek reed Arriva de afgelopen week een aangepaste dienstregeling. Zo rijden er minder intercities tussen Amsterdam en Eindhoven en tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem. Ook rijden er minder spitstreinen tussen Amsterdam en Enkhuizen, tussen Den Haag en Gouda en tussen Rotterdam en Gouda. Tot slot rijden er minder treinen tussen Dordrecht en Lelystad Centrum. De NS zegt dat bij het maken van deze keuzes belangrijk is dat de reizigers zo min mogelijk overlast ondervinden. Ook is gekeken waar de personeelstekorten op dit moment het grootst zijn. Naar verwachting duurt dit nog de hele zomer, omdat het werven en opleiden van nieuw personeel minimaal een paar maanden duurt. Sinds 6 juli mogen over de Suurhofbrug in de Rotterdamse haven weer twee treinen tegelijk rijden. Doordat er corrosie gevonden was, kon slechts één trein over de brug rijden sinds 2 juni. De brug kent nog wel beperkingen. Vanaf windkracht 6 mogen kolen- en ertstreinen er niet overheen. En er mag boven Windkracht 7 geen enkele trein over de brug rijden. Voor de enige spoorlijn van en naar de Maasvlakte is dat een aderlating. Op 1 juli is Medway van start gegaan in België, Nederland en Duitsland. Medway is een dochter van momenteel de grootste rederij MSC. In Nederland rijdt Medway de trein vanuit Antwerpen via Roosendaal en Venlo naar Noyes. Als tractie worden momenteel vijf locomotieven van het type 186 gehuurd van Alfa Trains. En voor rangeerwerkzaamheden in de Antwerpse haven gebruikt Medway momenteel een Class 66. De 186-224 is als enige nu voorzien van de vernieuwde Medway kleurstelling in lichtgeel met grijze accenten. Naast deze lok zet Medway nog een bijzondere lok in. De 186-227 met het opschrift It's a match. Meer over Medway lees je in de aankomende Real Magazine. De 186-223 van Lease Maatschappij Alpha Trains heeft de revisie ondergaan bij Alstom in Brugge. De Lok heeft hier ook een schilderbeurt gekregen en is de eerste 186er in de luim grijze kleurstelling. Na aflevering op de Watergraafsmeer ging de lok op 9 juli met een groot blauw NS-logo de dienst in. Net als voor de revisie is NS de huurder van de lok. Zij zetten de lok in op de Hazel. Er staat weer een nieuwe Spoorwegen-TV-aflevering online. Ditmaal nemen we jullie mee in de geschiedenis van station Geldermalsen. Dit was Real Magazine Insight voor deze week. Heb jij nog interessante video's gemaakt? Vergeet deze dan niet te sturen naar real@vertical.nl en wie weet zie je jouw video wel terug in de volgende aflevering. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal en laat in de reactie weten wat je van deze aflevering vond. Later.